Welkom bij ADO Praat met vandaag. ADO verliest opnieuw. Ricardo Kiesna traint weer mee. En we hebben ook dit keer weer een gast. En dat is Bert Kleijweg. Bert, leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk. Welkom naast Houser natuurlijk. Ik zit naar Bertus. Ja, was een tijd geleden dat we naast elkaar gezeten. Precies. De laatste keer was in het huis van bewaring. Hè? Ja, Je zit steeds verder. Ons hebben het overvolgens. Ja. Toen we gezeten werden. Oh. Ja. En aan de andere kant natuurlijk vergezeld door Leo. Ja. Als van ouds. Ja, we zijn er weer. Gelukkig. Maar ik vind het wel een beetje frappant. We hebben twee uitzendingen gehad met Nijntje. Ik zit gelijk naast een beugelbekje. Ja. Ja. Half jaar. Oh. Nou, hou ze maar niet een half jaar om voor te lezen, nee. Dat vind ik niet erg. Als beugelbrecht dat ziet, wilde dat ook. Ik zie hem helemaal zitten in een peuterspeelzaal, hoor. Hey, Hasa lees voor. Ja, gaan we straks even doen. Okay. Met een beetje hulp van Bert. Ja. Jij kent dat ook goed natuurlijk, Bert. Ja, Bert kent dat boekje wel. Nee, dat had ik helemaal nog niet gezien. Nee, leuk hè? Alleen de bovenkant, de onderkant ook. Nee, helemaal. Zet er dan niet helemaal onder vol, als we toch beginnen. Hoe komt dat zo dan? Ik doe een implantaat en dan moet het bot naar beneden en nou ja. Had ik het geweten, had ik een magneet meegenomen. Hoe hoog staat de AWR zo? Goed. Nou, nog één man die we natuurlijk niet mogen vergeten. Welkom. Hey. Ik wou Nico. Oh ja, Nico. Ja. Nico. Ja, een half uur verder. Heel fijn dat je er bent. We zijn er wel. Ja, en we hebben Bert uitgenodigd. Natuurlijk niet zomaar, want Bert is stand-up comedian. Ja. Naast dat je ook gewoon ALO supporter bent. Maar hij staat nu ook. Maak je grappen op een podium? Ja, meestal wel. Ja, nu zit je. Ja. Maar goed, wij dachten... Kun je even staan dan? Heb je ook zitting stand-up comedian? We kunnen wel een beetje humor gebruiken, toch? Oh, ja, want het was wel weer zo blij ben we niet hoor, na vrijdag. Ja, lachen. Catastrofe. Een rot weekend. Hey, ja, nou ja, rot weekend wil ik niet zeggen. Nou, dat heb je met die vrijdagwedstrijden natuurlijk. Het was niet om aan te gluren. Oh, het was echt niet om aan. Dat was amusementswaarde van een naam bij. Nou ja, en het ergste was nog, ik was nog in het stadion aanwezig ook. Jij was in Tilburg? Ja, verschrikkelijk. Ja. Dan heb je geen leuke avond gehad. Nee. Het was geen comedy, nee. De voetbal was lekker natuurlijk. Het was wel helemaal vol geloof ik. Die gasten die ik op het veld zag, dat was comedy. Ja. Maar verder rest was er weinig te lachen. Ja. Comedy capers. Ja. Ik zat thuis nuchter te kijken. Dat doe ik nooit meer. Zo. Dat gaat daar aan, denk je? Nee. Dat is niet om aan te gluren. Dan zie je alles. Zeker ook niet. Geef dan maar van mij dan. Ik denk dat we met een krat bier op ook niet... Nee, vrijdags ben je moe. Ik ga lekker naar haar kijken. Nou. Ja, maar kijk wat doet die Thomas op de middenveldje? Ja. Ja, dat is ook al niet goed. Als huis aan nuchter kijkt, dan nee, is het ook... Nee, het geweest zijn, Bert. Ja, dat moet het geweest zijn. Ja. Dat ken niet anders. Volgende keer gaan er gewoon 20 blikken bier in. Jij benoemt het al, Houser. Verheid op het middenveld. Ja. Althans, hij stond wel op papier natuurlijk in de spits, maar hij moest heel erg vanaf het middenveld gaan spelen. Ja. Zo was de afspraak. Hij liet zelf al merken na afloop dat hij dat niet echt fijn vond. Maar, nee, maar van tevoren gaf het aan dat het niet zijn plek is. Ja. Als je nou dik 30 hebt gemaakt, dan hoor je daar toch je team op af te stellen. Met buitenspelers, met aanvulling, met bliksem of leiders. Jeetje man, die had beter mee kunnen doen dan Renje Rot. Het is gewoon zielig. Weet je, ik vrees wel voor mijn baantje als stand-up comedian. Dat ik denk, ik word straks door die kuit voorbij gestreefd. Meen ik echt. Ja, welke mafketje verzint dat? Ik heb ook nieuwe grappen in dat boekje. Vrijheid middenveld. Ja, dat kent toch helemaal niet. Gewoon met dat hele theater leggen in een deuk. Ja, wat een bestseller. Thomas, je moet gewoon in de punt. Klaar. Was ook eigenlijk de eerste grap die ik wilde maken vandaag. Vrijheid op het middenveld. Ik denk, ja. Voor je neus bizar. Ja, we weten wat we binnenhalen. Ja. Dus jij vindt het lachwekkend, het optreden van Kuit? Ja, natuurlijk. Ik weet dat het onze deel. Maar goed, weet je, op het moment dat je daar staat in Tilburg en je ziet dat zo, dan denk je van nou, het zal wel, omdat de tegenpartij zo speelt, dat verheid daardoor. Maar dan in dat interview zegt hij dus gewoon dat moet van die trainer. Ja, nou ja, ik snap op zich wel dat Verheid natuurlijk sterker en duels moet winnen, maar hij moet gewoon niet op het middenveld. Hij moet, want dan wint hij een duel, dan legt hij de bal breed. Dan gaan die twee gasten rennen en dan is hij niet op tijd in de 16. Maar hij moet in de punt staan. Ik vergeten te vertellen dat hij moet doorkopen van het middenveld naar zichzelf en dan hard erachter lopen. Ja, kent dan niet kloppen. Voorzet geven en zelf ingaan. Ja, los van het feit dat hij dat bedenkt. Maar wat zitten die Bas en Adriaan daarnaast te doen dan? Die fluiten hem dan toch terug. Assistenten van Kuit. Maar ja, goed, weet je, die met God zit heel veel te slapen, heb ik gezien. Ja, zit met zo'n ja, die zit te slapen. Daarvoor heb je ook de pet op, die zit de hele tijd zo. En ja, die Van der Weerde, die loopt vijf keer heen en weer met een bloknoot. Ik weet niet wat daarop staat. Dat weet ik. Dan denk ik, drie trainers. En dan is er niet één die hem dan terug. Die verstand van voetbal heb. Ja.
Beetje... Nou, Kuyt zei na afloop wel van, geloof mij nou maar, Verheid gaat die doelpunten echt nog wel maken. En een hoop ook. Ja, maar hoe vind je dan die uitspraak van Kuyt dat hij zegt, we zijn vergeten te voetballen? Ja. Dan kom je dus een bus uit en dan denk je, ja, we zijn iets vergeten, maar... Nee. Maar wat? Korsakov. Ook het punt van de week. Maar wat is er voor een uitspraak? We zijn vergeten te voetballen. Ja. Waar kom je voor? Dat vergeet ook wel. Ik hoorde het Kemper ook zeggen. En Kuyt inderdaad. Dan denk je, ja, wat de intentie om te voetballen was er volgens mij niet. Dus dan ben je niet vergeten. Dan heb je het gewoon niet willen doen. Kijk, dat je een keer in een supermarkt je kinderen vergeet, zeg ik, oké. Maar heb je wel vaker. Ja, dat zijn kleine gaatjes. Nee, maar vergeet het te voetballen. Zelfs in de ballenbak. Zelfs voetballen, jongens voetballen. Ja, het is te triest voor woorden. Dat weet je niet op je hoofd. Het is te triest voor woorden. Hoe kun je nou vergeten te voetballen als je profvoetballer bent? Henk, kent dat niet? Nou ja, maar hadden jullie ook niet het idee van ze spelen hier gewoon voor een punt? Dat vinden ze prima. Ja, tuurlijk. Vanaf het begin. Ja. Nee, ik denk ze pakken door. Terwijl Willem II was helemaal niet goed. En dat die een beste doen. En dat neigde er ook naar, weet je, om een punt. Alleen ja, Asante dacht er anders over. Die denkt van ja, ik spring even voor die bal. Ja. Ja, met een beetje, ja, een beetje pech komen ook natuurlijk. Ja, anders was die bal naast gegaan. Maar goed, hij probeerde hem nog weg te halen. Ze hebben gelijk op goal geschoten, Pim. Nul schoten op doel. Eén kopbal. Of ben ik nou weer te ver? Nee, in de hele wedstrijd, Ado. Nul schoten op doel en 38% balbezit. Maar wat ik dan ook wel weer leuk vind, ik hoor dan die supporters van Willem II regelmatig zingen, stoere kerels. Ik heb ze niet gezien. Nee. Alle 22 niet trouwens, maar daar loopt er bij Den Haag eentje, hoe heet die zwarts? Weet je, ik weet niet wat die aan het doen is, maar... Die geeft toch iedere keer goede voorzet? Ja, wel. Aan zichzelf. Zoals zijn vleggerszak zit op zijn hoofd. Ik denk het. Knelt een beetje af. Op een gegeven moment was hij aan het rennen. Ik denk, als het hek openzet, dan loopt hij zo naar Kaatsheuvel. Ik zweer het je. Het is een Efteling. Een Efteling. Dat ging echt. Gaat dan onder Ketsheuvel. Echt, ja. Precies. Ketsheuvel, zeg ik. We blijven vrolijk, maar zo zijn we niet natuurlijk. Blijven lachen. Wat ver wedstrijden, vind je, Pim? Ja. Nou ja, vorige week zaten we hier nog van. Euforisch. Euforisch. Maar er waren ook wel weer mensen die zeiden: ja, het is jong Ajax. Het was bij far niet hun beste ploeg. Dat vind ik onzin. Ik bedoel, weet je, als Den Haag wint, dan was het. Het is toch jong Ajax? Je hebt 5-1 van de Graafschap gewonnen. Ja. Maar wel steeds met een andere ploeg. Dat proberen mensen ook een beetje aan te geven. Oké. Ja. Hey, en de supporters van ADO lieten zich ook niet echt van hun beste kant zien. Nee. Tot twee keer toe werd er vuurwerk richting de supporters van Willem II gegooid. Ja, dat is toch met alles wat we hebben meegemaakt en de gesprekken die nu lopen met de driehoek niet echt handig. Nee. Maar er waren geen bommen. Nee, maar ja, nee, goed, het waren geen bommen. Maar ja, je zal, maar je zal het in je jas krijgen gegooid. Dus, ja. Dus je kan niet alleen bij ADO vuurwerk mee naar binnen nemen, dan kan je ook bij Willem II. Maar Willem II kan je ook niet groeien. Ja, dus, shit. Ja. De stewards waren nogal gestrest daar, dus die deden van alles behalve fouilleren. Ja. Ja, hoe was het? Jij stond in het uitvak. Ja. Hoe heb je dat beleefd? Nou ja, hoe heb je dat beleefd? Was het verder wel gezellig buiten dat vuurwerk gooien? Nee. We hebben een avond gehad. Ja, goed, weet je, je komt zo'n stadion binnen en weet je, dan dat hele stadion van Willem II, dat staat te springen en te dansen en te doen. En, weet je, en dan sta je in Den Haag vak en dan hoor ik drie keer leg je al was jou. Ik had het idee van, nou, misschien ben ik in Polen, dat kan. En verder resten, nou ja, goed, die woorden hoef ik hier niet te herhalen. En dat is het dan. Veel gescheld. En dan denk ik van ja, weet je, en ik begrijp het wel als het wat minder gaat, maar ga dan als één blok achter je ploeg staan of wat dan ook. Weet je, maar dan denk ik van ja, weet je, dit soort dingen, dat gaat dan maar nergens uit. Geen bommen gooien. En dan achteraf allemaal huilen als er maatregelen worden genomen. Dan denk ik, ja, maar jongens, je weet. En dan ga je toch weer dat vuurwerk aflopen schieten, weet je. Alles, tenminste nog even Ronnie de Rode kunnen eren. Ja, respect maar goed, weet je, dat Alberto en ik, wij stonden boven en wij probeerden dan Ronnie de Rode in te zetten, maar ja, weet je, dan word je aangekeken van waar gaat dit over? Is een kloof ontstaan? Terwijl ze bij Telstra wel respectvol deed. Ik weet niet, ik weet niet of er een kloof ontstaan is. Ik bedoel, die was er bij mij altijd al, met die gekke. Nou ja, of er een kloof ontstaan. Nee, maar tussen de jonge supporters en de generatie. Nou ja, ik weet niet, kloof. Ja, weet je, wat heeft het voor zin? Ik bedoel, kijk, dat is ook zo. Van, er is ook niemand die ingrijpt, weet je, van de oude garde. Laat het allemaal maar gebeuren en dan denk ik van ja. Ja, dus als dat vuurwerk wordt gegooid, is er niemand die zegt van joh, dat moet je niet doen. We waren geen dat duidelijk sporten. Maakt. Nee. Ja, maar dat was wat anders. Niet meer bij, hè? Hey, Bert, even naar iets positievers dan. Gewoon even jouw clubliefde, jouw liefde voor ADO. Wanneer zal het ontstaan? Nou ja, ik zat nog bij die oude in die verrekijker. Ja? Nee, ja, ik was 7 jaar. Die sterrenkijker zagen ze van dichtbij. Ik was 7 jaar en toen zei mijn vader van, je mag kiezen of je wordt voor ADO of je gaat naar kinderthuis.
Ja goed, dan is de keuze snel gemaakt. Heb je het allebei gedaan? Nee, maar vanaf mijn zevende jaar ben ik al supporter en Levenslang. Zuiderpark en kom je er niet vanaf nu? Nee. En maar goed, dat is ook een ding. Want je loopt te mopperen, je loopt te schelden. Ja, dat hoort erbij. Maar uiteindelijk zit je toch weer in dat stadion. Ja, ja, weet je, ik had, vandaag op Facebook had ik een discussie en dan, ja, dan noem ik ADO, noem ik kutclub. Ja, dat zag ik voorbij. En dan meteen iemand van, ja, maar misschien moet je dan maar niet meer naar het stadion gaan. En denk, ja, dat bepaal ik nog altijd zelf of ik wel of niet ga. Ja. Maar goed, dat is gewoon die Haagse emotie, weet je, van de ene keer is de kutclub en de andere keer dan haal je van die club. Ja, zo werkt het. We hebben altijd van de club echt. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En ik vind en je gewoon... kan een kutwedstrijd spelen, maar je zegt niet kutclub. Weet je? Nee, maar ja, weet je, ik vind gewoon dat wij dat mogen zeggen, dat wij recht van spreken hebben. Het loopt ook allemaal niet. Dat is emotie uit Bechten. Nee. Het is sowieso onrustig binnen de club, maar dan op het veld gaat het natuurlijk ook... Op zijn zachtst gezegd niet goed. Ja, precies. Ja, binnenin rommelt het ook weer op... Ja, maar met al die maatregelen natuurlijk nog steeds. En met die nieuwe eigenaar waar weinig over duidelijk wordt. Nou ja, maar goed, is er één jaar geweest dat het rustig was bij de club? Dat het niet van binnen rommelt? Maar goed, moeten die spelers nou zo in hun hoofd nadenken wat er buiten de club gebeurt? Luister, je traint zoveel keer in de week. Je komt het veld op, je ziet de supporters, dan moet je toch dat gas opvreten. En dan moet er niet, dan hoeft u niet aan een voorzitter te denken of aan een materiaalman of weet ik van nee, wat. Maar goed. Vreet dat gas op, man. Ik heb, ook gezegd van begin af aan dat die dreun van Excelsior, dat gewoon heel lang nawerkt. Ja, maar er zit er wel ook een dreun. Die weten niet eens hoe ze Excelsior moeten schrijven. Weet je, allemaal, met een X is dat toch? Ja. Op een N. Ja, dubbel X. Nee, maar met een kom. Dat is mijn Excelsior. Ja, maar, deze nieuwe ronde, nieuwe kans. Ik denk toch dat dat uiteindelijk dat toch doordrunkt. Speelt nog mee. Dat denk ik wel. Hey, en als, je nou wel als ik nou zo'n Breinburg ook zie, ja, die jongen die is onherkenbaar. Vorig jaar, middenveld, het, vorig jaar was het, als hij niet meedeed, dan schoot je in de strijd. Ja. Ja. En dit jaar ben je blij als hij niet meedoet. En denk van, ja, weet je, hoe kan dat? Hoe kan dat verschil in één keer zo groot zijn? Ja, dat zit allemaal, allemaal het niveau niet. Dus, Hey, maar Bert, als je nou gepromoveerd had. Ja. Dan hadden we nou in de eredivisie gespeeld. Ja. En dan? Hadden we boven 20. Had je waarschijnlijk ook 4 wedstrijden verloren. Waarschijnlijk 0.0. Ja, maar dat weet je niet. Dat weet je nee, niet. Dat weet je niet. Er waren dan misschien andere spelers gekomen. Had misschien een boost gegeven. Ja, dat weet je niet. Krijg je ook een ander budget. Ja, denk ik wel. Wat te kopen. Zou je dan meer geld gekregen hebben? Ja, wel. Zijn we nu afhankelijk van Esteril 3? Nee, precies. Dan toen beter kunnen promoveren dan. Dat deed letterlijk. Dan ben je het lachertje van de keukenkastje divisie. Moet je mijn hebben? We gaan even naar wat ander nieuws. De transferperiode die zit erop, die is voorbij. Ja. Er zijn geen spelers meer vertrokken bij ADO. Eind vorige week werd nog wel één speler binnengehaald. We hebben alle kennen behalen. Wie wou er één hebben dan? Ja, ja sorry. Nou ja, voor Koemans was er, voor Koemans was er enige interesse. Katic, volgens mij. Er is één speler wel bijgekomen, zoals ik al zei, dat is Mario Bilate. Die was transfervrij. Die schijnt ook alles te kennen. Op speelde bij NAC. Vorig seizoen. Hij komt wel altijd te laat. Ja. Die chapeetjes zijn altijd goed. Ja, Bilate komt altijd te laat. Ja. Nee, maar, Nee, maar goed, die is er ook bij. Ja. Nou, kijk dus, wat dat wordt. Die is al ingevallen natuurlijk. Ja, viel gelijk op. Tegen Willem II. Ja. Het werd ook niet echt een offensief. Nee. Nou ja, Kaart zei geloof tegen hem dat hij in de spits moest lopen. En toen keek die man van, ja, ik weet niet wat je bedoelt. Maar waar is dat? Ja. Waar is dat? Ja. We moeten een sterke alles hebben. Ja. Hey? Die maar keeper goed. Van Willem II die ging met kramp van het veld. Van het stilstaan. Dat was die Lamproe, hè? Die stond alleen maar. Ja, dat was die had echt kampen. Lamproe. Ja, maar een beetje Lamproe. Ja, die keeper is ook geloof ik 1,12 meter. En we hebben gewoon 0 schoten op doel. Ja, dat moet je niet doen. Dan moet je een beetje hoog erin pinnen. Nee, dat is ook niet. Nee, dan is Willem II de sigaarsje. Hij had ook geen keukentrap. Daar moet je niet op inspelen. Hij had ook geen keukentrap. Ja, kijk. Ja, goed. Gaan vergeet u de wedstrijd. Nee, maar goed, de transferperiode is geweest. En het is bij ADO natuurlijk niet uitgesloten dat er nog wel nieuwe spelers zullen bijkomen. Omdat ADO club. Ja, ADO mikt natuurlijk op spelers zonder club, omdat dat goedkoop is. Dus wie weet. Zou hij daarom van de kaart gewisseld hebben? Dat hij al die wisselspelers niet kwijt. Dat hij groot had. Ja, dat denk ik. Die er wat meer bij heeft. Ja, misschien een dubbeldekker de kaart. Ze zijn even groot volgens mij, die de kaart. Hey Nico, goed nieuws voor jou. Sinds begin deze week traint Ricardo Kies nou weer mee. Nou, lekker. Toch een beetje onverwachts, denk ik. Ja, lekker. Nou, ik hoop dat hij meer getraind heeft. Dat hij gewoon gelijk mee kan doen. Ja, dat hij doorgetraind heeft zelf. Ricardo. Jij bent er blijven hopen, hè? Altijd het shirt aan.
Ik ben voor altijd hetzelfde shirt. Ja. Wat vinden we ervan? Ja, ik heb toen nog gezegd, ja, als je weg wil, wil je weg. Maar je weet ook niet het fijne waarom die weg wil. Al die strubbelingen, hoe ben je behandeld als speler. Maar qua voetballen, ja, moet je als Club Den Haag, alsjeblieft. Buiten categorieën? Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Weet je, ik moet dan lachen ook om de doorsnee. Ja, maar weet je, en hij is niet fit en hij wil weg. Hij wil niet voor de club spelen. Denk ik, nee, joh, weet je, zo'n jongen mag je alleen maar dankbaar zijn dat hij überhaupt nog... Ja, want stel dat ze hem over de streep trekken en weet je dat hij überhaupt nog... Ja, want ADO zegt nu van het is puur meetrainen wat er nu gebeurt. Hij mag zijn conditie op peil houden. Er is geen sprake van een nieuw contract. Ja, wat niet is kan er komen. Maar inderdaad, ADO heeft wel wat nodig natuurlijk daar links voorin. Nou ja, weet je wat het is? Hij is een buitenspeler. Het zal heus wel de bedoeling zijn. Een buitenspeler. Hij legt wel op de Thomas op skoppen. Want, ik heb Thomas weer naar voren. Ja, zeg nog maar een keer, Bert. Kijk, het zou heus wel de bedoeling zijn dat hij komt. Anders laat je hem al eerder mee trainen. Als je zijn conditie op peil wil houden. Maar dat wilde hij zelf eerst. Hij zal toch ook wel een beetje ADO-hart hebben. Gerevalideerd bij onze club. Ja, toch? Ja. Dan moet je... Buiten de kamer. En dan zie je dat hij goed gaat met de club. Komt erbij, joh. Nee, maar die wat moet je dan, Ali? We hebben goed hart. Jammer, dat klopt. Nee, maar gek. Hij kent nog een paar jaar vooruit, joh. Hij moet ook zijn revalidatieperiode niet vergeten dat hij gesteund is door de club. Dat is wat ik net zeg. En dan mag je ook wel even wat terug doen. Dan mag hij ook wel een beetje groen hart hebben. Maar kijk, weet je, hij heeft ook uitspraken gedaan van dat hij met deze club nog een prijs wilde winnen. Kijk, en wat je net zei, Leo, hij zal niet voor niks. Weet je, want hij zei ook van dat hij helemaal klaar mee was en dat ze afspraken niet. Dus ja, wij weten niet wat er toen speelde. Hij was klaar met dat bestuur. Ja, poedelprijs is ook een prijs. Ja, absoluut. Ja, de eerste periode gaan we daar naartoe. Maar dat is wel zo. Kuyt heeft wel 5 keer de TOS gewonnen. En dan denk ik van ja, dat is het ook. Ja, is dat zo? Ja. Ik vind het een verre voetbal. Met de TOS staan wij bovenaan. Laten we er nog maar gewoon bij komen. Ja, over het omgaan met de spelers, daar is natuurlijk wel, daar zijn wel meer voorbeelden van dat het niet helemaal goed is gegaan bij sommige oud-spelers inmiddels. Dus ja, wie weet. Wie weet er niet veel van, dat het uiteindelijk toch nog goed komt op deze manier. Nou. Nou, voor mij met dit seizoen weet ik niet, de verwachtingen waren allemaal heel hoog voor ons allemaal. En dan zouden we promoveren en zouden dit. Maar het wordt met de week behoorder. Er zit geen verbetering in. Nou heb ik niks gebruikt of wat dan ook voor deze uitzending. Maar kijk, promoveren kan natuurlijk nog altijd. Ja, ik bedoel, als je Coed Eagles zag, die kwam vanaf de 12e plaats. Ja, die had ineens een sprint. En we begonnen ook niet goed voor seizoen. Nee, en die werd op een gegeven moment tweede. Dus Emmen werd kampioen. Ja, weet je... Volendam werd toch kampioen? Alles kan. Emmen werd kampioen. Volendam 2. Volendam zat op de boot zeker weer. Het is ook allemaal niet zo moeilijk hoor, want mijn zoontje heeft bij de PlayStation Verheid gewoon in de spits gezet. En ja, maakte ze wel. En die heeft er al 10 in liggen. Scoort hij daar wel? PlayStation? Achter elkaar. Is dat met zo'n dingetje? Ja, achter elkaar. Oh, dat is fijn. Voor in die punt laten staan. Van de week Den Haag Barcelona 4-0 geloof ik, had hij de 4 gemaakt. Ultimate is dan. Goed, heren, even naar de ADO vrouwen. Want die beginnen volgende week ook weer. Houser is vast volger van de ADO vrouwen. Ja, daar gaan we. Ja. Toch? Ja, de meeste wel. Ja. Noem er eens één. Lik. Tols muziek. Nee, noem eens één speelster die ADO vrouwen. Ja, die zitten nog in de andere jaren geleden. Martina Jol. Nee, Jamie Ravensbergen. Die bedoel ik eigenlijk. Daar wilde ik het even over hebben. Ze was genomineerd voor de prijs Talent van het Jaar van de Vrouwen Eredivisie. Inmiddels is de uitreiking geweest en is het niet geworden. Oh, jammer. Zo jammer. Maar wel heel leuk natuurlijk dat ze daar genoemd is. En dat ze in ieder geval toch opvalt. 20 geworden. Een speelster van FC Twente is geworden. Ik ben van de week nog geweest, aan de vrouwenwedstrijd. Ben je geweest? Ja, Tukker. In Tilburg. In Tilburg, tegen Willem II. Ja, nou ja, de vrouwen hebben misschien wel weten. Ja, dat is dames kijken nog met. Ja, afgelopen vrijdag nog in Tilburg. Ja. Welke dames waren dat dan? Hey, Bert. Neem nog een slokje hier aan. Hey. Elke week leest Houser een stukje voor. Oh ja. Uit Nijntje. Nou ja, dat is... Laat maar Bert eens een keer. Nijntje aan zee. Dat is het hoogtepunt. Ik zweer het je. Ja. Ik heb gelezen dat jij cursussen geeft. Haags. Cursus Haags, ja. Cursus Haags. Klopt, ja. Zou jij Houser even kunnen helpen? Ja. Als je dat niet een paar weken eerder kunnen zeggen. Ja, dit is wat laat. Maar ik ben helemaal in de woord van het Haagse geloof. Nou, kom maar, Houser, pak je volgende paar. Maar er staan wel nette woorden in, toch of niet? Alleen maar. Nee, want ik bedoel, de oncologen zijn al naar huis nu. En de dames zitten wel te kijken. Hou zijn brilletje erbij? Oh ja, brilletje. Ja, ik zie. Ja, maar hij duurt nog langer. Ik ben dus zo blind als Sjoerd de Korte met licht uit. Hij laat dat loopt de laatste tijd ook af. Te appen? Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Met wie dan? Ja. Hij zat vorige week al te knipogen. Nee, maar dat is klaar. Ja, maar dat is een dode hoek. Is het weer klaar? Ja. Oh.
Oh. Wat zitten we hebben? Kijk nou. Bert, ja, help, nou, dat Bert een beetje helpen. Ja. Kijk hier, de lam en de blik. Ja, dat is makkelijk. Die dat is makkelijk. Ik toch. Nee, dat was ander. Hij zit op het strand. Hij zit op het strand. Nee, ze rijden door de duin heen. Wat hoog, riep Nijntje uit. Plotseling zei Dirk Kuyt, hey Nijntje, wordt het niet eens tijd dat jij gaat warm lopen? Met Bertus vooruit. Nou, maak dan nou geen gein. Nou geen ja, jij zit in de watergouwen, Bertus. Daar kijken ook kinderen, kom. En vader Pluis zei, ik zie het strand. Kijk daar maar recht vooruit. Bert, wat kan er beter? Bert, wat kan er beter? Ja, wat kan er beter? Ja, wat niet? Nee, maar even serieus. Heb je er eens kutsen tussen? Staat die verkeerd in dat boek? Even serieus, het zijn vier regels. Ja, wat hoog. Ik heb het allemaal. Waar gaat het hele verhaal over? Ik heb een flauw idee. Ik had de boeken van Nico Bultgotje. Waar gaat het verhaal over? Weet je eerlijk. Heb ook alleen maar BLO gehad, geloof ik. Nijntje die op het strand zit. Olo. Er zit weinig spanning ook in dat verhaal. Ja, voor de jonge kijkers zit ze hebben hier allemaal Olo. Ja, dat is ontzettend laag onderwijs. Ja. Bert, wil jij misschien de volgende doen? Even? Ik zal lekker lopen. Oh. Dan mag Hauze dan volgende week overslaan. Kijk, laat mij maar. Dan doe ik eventjes de volgende. Hebben we dat gehad? Hebben we dat gehad? Zijn we er sneller uit? Ze stopte bij een grote tent. Nou, dan meestal laat ik het dan ook zien. Nee, dan moet je het alweer net niet doen. Beetje voor de kijkers die met 9 maanden van de commode gepleurd zijn. Die niet weten wat het is. Geld in je zak en ga weg. Ziezo, we zijn daar. Nijn, wat trok je hart? Riep kleine Nijn. Hoi, hoi, hoi. Het ging zo fijn. Zo. Nou. Koppel ze kunnen. Ah, jongens. Ja, het is gewoon. Het is wel een boekje van... briljant. Ik hoop wel dat er meer delen van zijn. Ja. Want ik zou... Ga jij op zoek? Wat zit jij te lachen, Hattie? Die Dick Bruner, die kent er wat van. Hoor. Die Dick, hè? Dick. Bezem? Met Ik ben even wat anders. Even serieus nou weer. Hoe zit het met die jacoeltjes? Ik las dat jij ADHD hebt ook. Ja, zo. Ja. Ja, niet te weinig ook. Werken met AD? Alle dagen heel dik. Ja. Oh. En dat je met een Haagse krant werkt? Niet de normale. Ja, de normale ook, ja. Maar die Haag staat ook voor hup. Absoluut. Ik pomp er altijd een halve strip Ritalin in. Voordat je wat... Voordat ik wat... Voordat je de straat op gaat. Anders had ik dit ook niet zo rustig voor kunnen lezen. Dat is ook een beetje... Ja, hadden we misschien klaar geweest als je het hele Ja, dat is ook... We hebben vanaf geweest. Telefoon ook. Wat deden de mensen dan bij zo'n cursus? Echt alleen het spreken of ook... gedrag en... Nou ja, ik leer ze eigenlijk hetgeen wat ze niet willen horen, laat ik het zo zeggen. Nou ja, gewoon wat leuke dingetjes, joh. Ook wetenswaardigheden over de nagels? Ook, ja, en een beetje, nou ja, ik noem ze bijvoorbeeld hoe je een lesbienne zegt op z'n Haags. Tamponkouwen. Allemaal dat soort dingetjes. Oh, ja. Ja, en mensen vinden het leuk, dus begrijp ook niet waarom, maar... Je gaat er niet over tamponkouwen, Bechten? Nee, meestal niet. Ja, ligt eraan. Als die gebruikt is het vaak... Zullen we naar de prijsvraag gaan? Ja, laat maar doen. Oh ja. Vorige week was de prijsvraag, wat is de bijnaam van Lex Schoenmaker? Hij werd onlangs namelijk 75 jaar, dus dat leek me wel een mooie prijsvraag. Je halve tanden. Nee, Lex Schoenmaker. Oh. Dat is geen overkant. Zeg je nou een pultje? Je gaat lekker die touwtjes, hè? Voor straf moet jij voorlezen. Ja. Club-icoon, Nico. Oh, dan had ik het weer fout. Club-icoon. Dan had ik het weer fout. Zit er dan te raaskomen? Hij is in de war, volgens mij. Heel veel mensen reageerden erop. Meer dan 60 mailtjes kregen we. 58 mensen hadden het goed. Zo. Kijk maar eens even hoe vol het was. 59. Hey, even geen geheim. Ja. Zijn er gewoon nog 58 mensen die hier naar kijken? Ja, blijkbaar. Ja. Ja, maar toen was het gezellig, was vorige week. Ja, dus we niet vorige week. En dan kom ik hier. Ik trek het niveau ook gelijk omhoog. Ja. Je hebt kans dat er nog maar 10 in zitten. Ja, wat trek jij er dan? Dat wordt de volgende prijsvraag. Ik vind nog veel, Ben. Ja, absoluut. De prijsvraag, als je die wint, dan krijg je natuurlijk dat mooie shirt. Hou ze het even laten zien. Krijg je Hauze erbij? Hauze erbij. Mooi shirt. Alleen de dames krijgen Hauze erbij. Dit shirt gaat het om, er zijn er maar 2 van. Oh, nee, toch? Collectie is uit de naam. Ja, nu nog maar 1. Moet straks het wel doen. Wel binnen zijn beurten was, anders wordt hij... Ja. Bert, ik wil jou vragen om goed te husselen, zodat we zien dat dat allemaal eerlijk gaat. Zijn er bekende pakjes, Bert? Eens even kijken. Ben je geen kijken. Ik had mijn briefje, ik had met rode letters geschreven. Oh ja. Even kijken. Hij heeft een beetje opgehoord. Deze. Dat is hem. Deze. Ben je klaar? Ik heb hem. Oké, Bert. Bert, de spanning stijgt. Laat het maar zien. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ja. Michael van der Toren. Michael van der Toren. Weerscheveningen. Jij krijgt dat rode shirt, Michael. Weerscheveningen.
voordat mensen dadelijk denken... Ik ken de hoofd van de toren blazen. Michael van de toren. Leuk. Gefeliciteerd, geval, gefeliciteerd met je shirt. Ja, druk hem even uit. Deze is vals. Deze is vals. Inpakken. Hey, en Michael was een van de mensen die het antwoord dus goed had. En het antwoord is natuurlijk... Sexy Lexi. Dat is de bijnaam van... Lex Schoenmaker. Hij kent al wel een beetje heupjes swingen, hè? Mike, ik heb gewoon XXL, hè, dat weet je. Ja, ja, dat zien wij ook wel. Je hebt een duwtje gemaakt. Vind het nog weinig. Goed, we gaan voorspellen, mannen. Want ADO speelt vrijdag in eigen huis tegen Jong AZ. Ja, makkie. Die staan een flink stuk hoger dan ADO. Ja, die hebben pas 3 wedstrijden gewonnen. Nou hoor ik jullie denken, dat is niet zo moeilijk. Nee. Nou, ze doen het goed. Ja, dat is wel moeilijk. Gewonnen van MVV, Helmond Sport en Almere. Wat gaat het worden? Ik begin bij Bert. ADO, Jong AZ. ADO wint zeker. ADO wint. Ja, 100%. Nou, hoeveel? Geeft de burger weer moed. Hoeveel? Ik denk 3-1. 3-1. Oké. Okay. Ja. Houser. Wie ze erin schopt, weet ik niet, maar het wordt 3-1. 1-0 voor Laag. 1-0. Nico? Ja, ik had maar weer bij die 4, hè. 4. Doe maar 4-1 dan. 4-1. 4-1 is netjes. Leo, wat gaat het worden? ADO, Jong, AZ. Ik denk, ze smelten de kazen. Ja, denk je? Ik denk 3-0. 3-0. Kijk, dat is ook lekker. Nou, toch wel fijn dat het positief is van jullie. Van, ik ben nou tegen mijn club. Jij komt weer met een gelijkspel. Ja, dat heb je goed. 1-1, denk ik. Ja, je dacht het al. Ja. Moest je niet plassen, Bert? Nee, hoef je niet. Dat ben jij toch? Nee. Ik heb zijn zakje. Ik heb tegen je trainerbroek zat. Ik heb zijn zakje. Dus. Nee. Want we moeten nog één wedstrijd voorspellen. Want ADO speelt niet alleen vrijdag, maar ze spelen ook maandag. Oh, kunnen ze dat aan dan zo snel? Dat hoop ik wel. 2 keer in 4 dagen. Dubbel bezet toch? Ja. Ja. Twee keer thuis of uit? Nee, dat is uit. Bij Jong Utrecht. Tegen Jut. Maandagavond. Ja. En, voor Jut. Eén voordeel, die staan helemaal onderaan. Ja. Met 1 punt. Oh, we hebben nog wat onderhoud. Oké. Op dit moment dan. Ja. Ik denk dat ESPN hem dan wel uit gaat zenden. Ja, denk ik. Nummer 20 tegen nummer 19. Ik denk het wel. Dan wordt. Ik denk dat ik uitverkocht ben. Ik ben een steekpenning in het oog. Degradatiekraker. Ja, alleen kan er toch niemand degraderen. Dan begin ik bij. Houser dan. Wat gaat het worden? Jut uit. 0-2. 0-2. Ja. Bert. Het is steeds in mijn werk. Ja, dat is. Kijk, ik heb natuurlijk al gezegd dat ze AZ ook weer winnen en dan 2 keer achter elkaar. Ja, laten we doen. Twee keer winnen. Laten we doen. Tot 6 punten. Gewoon deze flow. Gewoon deze aan het linker rijtje. Gewoon deze aan het linker rijtje. Nou, dat denk ik voorlopig nog. Nico, wat wordt het? Net was 4-1, nou 1-4. Sterker nog, ik denk dat na die wedstrijd Kuit contractverlenging krijgt. Ja, en de nieuwe ring erop. Tweede ring erop. 6 uit 2. Die gaten zijn ook nog niet dicht. Wat zeg jij nou dan? Met wel uitslag? Ik denk 0-2. 0-2? En jij zei dat zei hij al. Heb jij dat al gezegd? Oh, zeggen jullie dubbel? Ja. Ja, dan wordt het 0-4. Bert, sorry, jij mag zeggen, Bert. Nee, maar dan zeg ik in de laatste minuut maak ze 0-2. En jij? Oh, kijk. Nee, dan hou ik het op 0-3 ook en manage. 0-3? Nee, ja. Maak er gelijk feest van daar. Nico had 1-4 gezegd. Ja, ik heb al 1-4 Leo? Gezegd. Kijk, volgende keer niet bij mij beginnen. Er zit allemaal een gas voor mijn voeten weg te maken. Nou, ja, zeg gewoon. Ja, joh. Ja, zeg gewoon. 1-2. 1-2. Je weet het niet. Zeg ik 0-1. Zo. Je zou gelijk spelen. Zo. Nee, dat zei ik bij die vorige. Ja. Tegen Jong AZ. Kijk, dat allemaal onthouden dan? Ja. Dat is er allemaal vastgelegd. 26 camera's. Kijk, dat onthouden dan. Het is wat, hè? Hij 2 wedstrijden. Ja, 4 dagen. God, 5 voetballen tegelijk, zeg hij. Overigens gelden dezelfde maatregelen nog aanstaande vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ. Dan zijn alleen de seizoenskaarthouders en de sponsoren welkom. En sterker nog, vers van de pers, uit bij Zwolle is waarschijnlijk ook alleen maar voor seizoenskaarthouders de uitwedstrijden. Mits ze daarmee akkoord gaan, anders mag er niemand naartoe. Want er is weer overleg geweest met de gemeente. Ja, ja. Dan mag er niemand, vraag me niet hoe ik het weet, maar ik weet het. Met de driehoek. Dus dan mag er. Gek, hoe je het weet. Nou ja, ik heb net bericht gehad. Toch weer dat vuurwerk dan, hè? Maar dan mag er waarschijnlijk niemand naar Zwolle toe. En jammer, want het is lekker dichtbij. Zwolle zonder donder. Ja, dat is om de hoek. Voetbal is voor de. De haven over Essel, hè, zeggen ze. Wat zijn Kotebi? Ja, Zwolle zonder donder. Zwolle in Zwolle, die leggen dan weer. Goed, dit was het. Bedankt voor het kijken. Heeft u een tip? Stuur hem naar adopraat@denhagevent.nl. Of als u een vraag heeft voor een van de heren aan tafel. Stinkt ook wel. Wat is er? Dit is schandalig. Dit is een boertje, Nico. Boertje? Ik trek een bierpunt open, dan krijg je een paard ik van. Daar zit toch een nette gedeelte. Ja. Ging dan weer over je paard? Die moet verleden week al genoeg paard. Ja, Bert, heb jij dat gezien? Zullen we nog één keer even instarten? Oh, ja.
Leo, van zijn paard gevallen. Nou. Paard van Leo. Komt hij nog een keer, Leo? Ja. Zou ik alsjeblieft een Het was wel. Ben Hur was er niks mee. Ben Hur nog. Ja, maar je zat er wel op. Dat vind ik wel stoer. Toen is het begon niet gewoon niet. Ik ging gelijk wel toe. Een beetje stoere vind ik dat ik. Kijk, mijn eigen dochter die heeft eigen paarden gehad. Dus, en ik had al met hun afgesproken, je moet daar en daar staan. En die trailer staat daar met een auto ervoor. En ik hoorde er bezig. Ik denk, ach jezus. Die is al helemaal gestrest. En dan moet nog voor 150 man. Ik denk, ja. Iedereen is dood. Of, ik denk, moeilijk met een paard om mond. Hallo, Christa. Nee. Ik denk, dan maar erop. En ik zie het wel. Even voor dat was letterlijk het prins onder het witte paard, volgens mij. Ja. Die viel wel lelijk, ja, god. Nee, ben Hur was er niks meer. Heb je de video gezien? We gaan afsluiten. Heeft u een tip? Yes, gek gewoon, jongen. Of heeft u een vraag? Dan mag u altijd mailen naar adopraat@denhagevent.nl. En Michael van der Toorn, eventjes naar Leo's Koffiehuis komen. Doe maar even over een week, want dan zal het shirt klaar liggen. Ja, nou ja, toch? Ja. Bel wel van tevoren. Met dank aan Ben Tichem van Storky.nl. Die heeft die mooie prijs. Storky? Kennen zit die Storky? Ja, ik weet wel wie Storky is, maar wat heb Ben met Storky dan? Zou hij in dat pak zitten? Nee, nee. Maar mijn bank weet niet. Voor een beetje warm ook in dat pak dan. Zo. Goed. Bert, leuk dat je er was. Ja, ik vond het ook leuk. Bedankt, kom nog eens terug. Ja, zeker. Misschien hebben we wel vaker een beetje humor nodig, een beetje gezelligheid. Ondanks een beetje. Laten we hopen van niet, maar. Hé, hey, maar Bert, ben je nou een beetje afgevallen? Ja. Waar ben je van afgevallen? Kilootje of 40. Van je trappie? Van mijn trappie, ja. Goed. Van je appetit. We gaan hier nog wel even door. U bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week. Dag. Hoi. Ja, hoi.